jullie ook wel kunnen zien, heb ik een hele mooie vrouw gemaakt. Het ontwerp hierbij is dat ik een vrouw wou maken. Niet echt een leuk idee erbij had. Maar ik had op mijn plaats toevallig van iemand die ik ken een hele mooie vogel staan. Het lijkt een beetje op een specht. En dacht ik van, ja, dat is mooi om erin te verwerken. Vandaar dat ik eerst de vrouw maakte en daarna de vogel erin maakte. En ik dacht van, het is nog niet helemaal compleet. Wat kan ik nog meer bij maken? En toen maakte ik mooie bloemen. Ik vroeg even aan een collega van mij, wat kan ik nog meer erbij maken? En hij zei van bloemen. Natuurlijk wou ik het niet te druk maken dat ik overal bloemen. Want uiteindelijk moest het gezicht ook naar voren komen. Verwerkte ik hier nog meer bloemen erin. Om het een beetje bezig te houden, maakte ik het zwart-wit op de achtergrond. Hier naar handtekening. Ik vind het echt heel erg mooi. Natuurlijk komt de schilderij hier niet te hangen. En ga ik het nou ook plaatsen, dan neem ik jullie even mee. Ik ben helemaal vergeten te vertellen. Het schilderij wou ik graag ingelijst hebben. Dus het is eigenlijk een ontwerp dat ik op papier heb gemaakt. Ingelijst heb. Die twee eigenlijk wel goed bij elkaar passen. Ik ga zo meteen nog een mooi lichtje aan doen, zodat het helemaal compleet is. En ook voor de gezelligheid. Dit schilderij komt hier weer te hangen. Dan hou ik alles weer compleet.